Het Surinaamse dagblad Waterkant bericht over een artikel met kritiek op het beleid van de VHP en president Santokki. Dit artikel wordt toegeschreven aan Van Dijk-Silos. Ik zal hier een passage uit voorlezen. 9 april 2024, Waterkant, door, redactie. Jennifer Van Dijk-Silos, sinds Santokki aantrad, moesten overal Hindoestanen komen. Voormalig minister Jennifer Van Dijk-Silos heeft deze week weer van zich laten horen. Volgens de jurist heeft zij gedurende de ongeveer vier jaar van het presidentschap van Tian Santokki nog niets goeds gezien in Suriname. Ik ben uiterst serieus. Sinds zijn aantreden is hij begonnen met een soort racistisch beleid. Overal moesten Hindustanen komen. En ze begonnen ook met vriendjespolitiek en nepotisme, want hij vertrouwt alleen zijn eigen mensen, zei Van Dijk Silos op Standvaste Radio. Volgens de voorman van de beweging Passie voor Suriname heeft het Surinaamse staatshoofd geen nationaal ontwikkelingsbeleid uitgestippeld in de afgelopen vier jaar. De sectoren onderwijs en gezondheidszorg zijn volgens haar helemaal niet verbeterd, terwijl een incompetente minister die niets doet nog steeds op zijn post blijft. Het gevolg is dat artsen en andere deskundigen het land verlaten terwijl het volk leidt. Bovendien ontbreekt elke vorm van visie. Nu lijden we, artsen vertrekken en we hebben een gebrek aan medicijnen. Dan denk je aan een brug. Want volgens hem zal hij met die brug de steun van Nickery krijgen, al dus van Dijk Silos.